niet meer zeker weten of die boom wel echt een boom is. Of die ons niet aan gaat vallen. Overigens deed ik dit vorige keer ergens bij iemand die echt een keer een boom op haar huis had gekregen. Dus daar daadwerkelijk vraagteken bij gesteld. Maar het feit is dat we allemaal aannames maken en invullingen maken. En dat heeft een functie, dat heeft een reden. Dat heeft ons gebracht waar we nu staan. En het zit soms heel erg in de weg. Want als we dit al doen, hè, we hebben allemaal verschillende beelden. We vullen het meteen in met ons eigen beeld. Om te zorgen dat we het kloppend maken. En we weten vaak eigenlijk nog heel erg weinig over ons eigen invloed. Dus een ander denkt dat ook nog te snappen, terwijl je het zelf eigenlijk nog helemaal niet weet. Dit doen we bij een olifant. Kan je nagaan als we het hebben over co-creatie. Samenwerken. Andere mooie abstracte termen die langskomen. Sociale overwaarde hoorde ik net. Dat is een prachtige term. Daar hebben we nog veel verschillendere beelden bij. Dan bij een olifant. Wat zei? Mag toch ook? En dat mag zeker. En dat is precies, want het is hartstikke belangrijk en het mag ook. En het is hartstikke functioneel zelfs. Sterker nog, ik denk dat heel veel van de verschillen die we hebben, helemaal niet benut worden nu. Want we zijn niet gewend om daarop door te vragen. We zijn heel erg gewend om snel te zeggen, oh ja, ik begrijp wat je bedoelt. En om daarmee slim over te komen. Terwijl wat we merken, is dat het beeld wordt steeds preciezer en creatiever op het moment dat je wel gaat doorvragen. Dan kun je daar op verschillende manieren op doorvragen. En dan ga ik ook de volgende stap met jullie meemaken. Dit tot zover, Helle? Ja? Ja, met welk doel. Met welk doel? De functie wat mij betreft is om A, bewust te zijn van dat er zoveel olifanten zijn. De olifant is wat dat betreft dus een metafoor voor alles wat je invult en waar nog een wereld achter zich schuil gaat. Als je dat snapt en weet en ziet, dan kun je veel eerder spotten waar je eigenlijk zelf allemaal dingen hebt ingevuld en wat weet ik nou eigenlijk echt. Afhankelijk van de context waarin je werkt, kan het heel erg handig zijn om af en toe dus zo'n woord of een serie van woorden helderder te krijgen voor de ander. Om ofwel dat motortje te vinden voor degene die net bij Martijn het over de motortjes en de putjes hebben gehoord. Te vinden waar wordt iemand nou gelukkig van en waar wil hij meer van. Ga ik daar eens een keer op door. Om meer te weten over wat ik nou eigenlijk wil. Dan kan ik vervolgens veel gerichter mijn bijdrage gaan geven. Om ook echt aan te sluiten bij een ander. Als je kijkt naar samenwerkingsprojecten. Die vaak ergens starten vanuit een prachtige intentie. En ongelooflijk veel invullingen. Ja, we gaan samenwerken. Ja, dit wordt mooi. Dit wordt fantastisch. Vervolgens aan het werk gaan en heel gefrustreerd raken ergens in dat proces, want we blijken toch heel erg niet bij de lijn te zitten. Ja. En daar kun je iets mee, als je bewuster bent van olifanten, kun je eerder in dat proces gaan bijstellen en bijsturen en op elkaar afstemmen. En dan kun je daar gaan verschillen. In tijd verliest met heel lang langs elkaar heen praten, later af te komen met dat, oh jee, nu weer 5 stappen terug. Ja, of erger nog, want dat heb ik regelmatig zien gebeuren, het veel te laat en dan knalt het. Ja. Terwijl er ongelooflijk veel waarde juist in die verschillen ligt, die daarmee onbenut wordt gelaten. Dus het doel wat mij betreft is om juist die waarde te creëren vanuit verschillen. En soms ook om anderen te helpen bewust te worden van hun beeld. Omdat het namelijk van zich al waarde heeft. Ja. Los van de verschillen die er zijn. Als je dan de verschillen duidelijker maakt, heb je dan, oh wacht even. Dat is waardevol voor jou, dat is waardevol voor mij. Misschien kunnen we het ook proberen zelf te combineren. Nee, twee waardevolle dingen in plaats van één onbewust. Ja. Als ik nou jouw stuk heb en ik heb mijn stuk, als we dat nou samenvoegen, wat gebeurt er dan? En dat kan ik pas als ik weet wat die stukken daarvoor zijn. Inderdaad. Ja. Voor de duidelijkheid, het gaat er nog niet om bij elk samenwerkingsproject eerst 3 dagen met elkaar om tafel te gaan om het helemaal uit te praten en door te discussiëren wat je toe. Als er energie is, momentum is, gebruik hem, ga, doe. En vraag eens even door op het moment dat je merkt, hey, zouden we hier eigenlijk wel hetzelfde onderstaan of niet? En zo niet, laten we daar dan gebruik van maken. Is dat voldoende antwoord op jouw vraag? Ja? Oké, ik heb nog een volgende vraag voor jullie. Namelijk, als ik nou deze vraag hier heb staan, co-creëren. Dat is een onderwerp waar volgens mij bij Permanent Data heel erg over gaat. Co-creëren, dat is voor mij, weten dat we allemaal verschillende olifanten hebben, ga ik vanuit jullie allemaal antwoorden hebben. Voor mij is dat net zoiets als. Is er dan. Beginnen er wat mensen? Ja? Lieve. Goed communiceren. Goed communiceren.
antwoorden bij hebben? Samen spelen. Samen spelen. Toegevoegde waarde. Steeds de waarde toevoegen. Verbinden. Verbinden. Gelijkwaardig. Samen sterker. Oké. Okay. En dan ga ik zo stoppen. Want, zoals ik al zei, als we bij een olifant zo'n verschillend beeld hebben, dan hebben we hier ook achter deze woorden allemaal weer heel verschillende beelden. Allemaal olifantjes zijn dit, hè? Helder. Is er eentje die het meest jullie aandacht trekt? Ja, samenspelen. Samenspelen. En? Voldoende. Tof. Stel maar dat we dat dus als antwoord nemen, hè? En we zeggen, we weten nu dat er allemaal van die olifanten achter zitten. Wat voor vragen zouden we kunnen gaan stellen? Om daar eens wat meer over te weten te komen. Wat is de definitie van spelen? Dat was de beurs als de vorige. Ja, ja, ja. Dat was niet voor hun definitie. Wat is de definitie van spelen? Oké. Okay. Hoe wil je samen? Wat zijn de spelregels? Hoe wil je samen spelen en wat zijn de spelregels? Wie doet mee? Wie wil mee? Ja, wie doet mee? Wie, dan worden, mee? Wie maakt onderdeel uit van samen? En welk spel spelen? Stefan Monopoly gaat aan. Ja. Voor sommigen is Monopoly een spel, voor anderen denk ik dan. Dankjewel. Even een paar vragen, want we zijn nog veel meer weer. Hè? Wat ik nu even met jullie nog wil doen. Is ik graag heel gemeen doen. Ik ga eens kijken, want in al onze vragen zitten namelijk ook weer allemaal nieuwe olifanten. Die 9 van de 10 keer vanuit ons eigen beeld en onze eigen olifanten voorkomen. Dus wij denken heel mooie vragen. Er zijn ook hele mooie vragen over, hoor. Prachtige vragen. En niks mis mee. En ze komen voort uit ons eigen beeld. Zullen we op olifantenjacht gaan in die vragen? Als we naar de eerste vraag kijken. Wat is de definitie van spelen? Welke nieuwe olifanten introduceren we daar in de vraag? Ja, wat is de definitie? Definitie, ja. Wat is de definitie van spelen? Wat is een definitie? We weten niet eens wat het is. En we gaan ervan uit, dat dit was jouw antwoord, hè, samen spelen. Dat jij een definitie hebt van spelen. Daar gaan we ook maar voor het gemak even vanuit met zo'n vraag. Dat gooien we er allemaal, hè, in jouw werkelijkheid. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, en succes te leren. Ja, precies. En ook hier voor de duidelijkheid. Ook dat kan waarde hebben. Dus ik corrigeer niet dat je dit nooit meer mag doen. Dat wil ik heel, heel graag heel duidelijk hebben. En we doen het wel. En meestal zijn we ons niet bewust. Als je die vraag stelt, dan ben je de definitie in aan het brengen in het beeld van wat jij hebt van samen spelen. De vraag die ik te vaak blijf stellen is: waarom zou je het doen? Waarom zou je het doen? Ja. Volgende. Hoe wil je samen spelen? Zit er daar nog een nieuwe olifant in? Wat is samen? Oh, goed. Sorry. Stond er? Nee. Symbosis boel. Hoe, hè? Hoe? Het suggereert dat er een manier is om dat te doen. We weten nog helemaal niet of dat waar is voor jou. Zit er nog meer in? Waarom is dat belangrijk? Waarom is het belangrijk, hè? Want dit is van belang voor degene die de vraag stelt. En misschien wel niet voor degene die het antwoord heeft gegeven. En ook het willen toch wel, van ja, wil je vanuit jezelf of vanuit de content of moet toch van de baas of weet ik veel, hè? Dus dat willen. Ja. Dat is helemaal nieuw. Ja, dat is volledig nieuw. Ik weet zelfs überhaupt niet of er willen is. Nee. Het is al samenspelen, misschien wel tegen willen lang. Geen idee. Ik weet het nog wel niet. Vul ik allemaal in. Spelen is leuk, dus dat wil je. Dus ga ik vragen naar hoe wil je. Ja. Oké, mooi, dankjewel. Wat zijn de spelregels? Jullie beginnen het goed te begrijpen volgens mij. Wat zou hier voor nieuws in zitten? Nieuwe olifant? Dat er spelregels zijn. Het suggereert dat er spelregels zijn. Ja. Is helemaal nieuw. Komt weer vanuit onze overtuiging en onze aanname. Dat betekent dat er een precies aantal of vastgezette hebben we een paar misschien of zo. Ja. Het gaat zelfs nog verder, want we suggereren hiermee zelfs, met wat zijn de spelregels, suggereren we niet alleen
dat er misschien wel spelregels zouden kunnen zijn, maar dat ze ook al vastgelegd zijn. Mm-hmm. Wat zijn de spelregels? Vast de regels zijn. Ja, mijn associatie was met wat, dat ga je, dat is een vraag, dus dat ga je dan met elkaar bedenken. Dus ja. Dat was ook. Ja. Ja. En zo, want daar vul ik dus nu ook alweer in, hè? Dus je betrapt mij nu ook alweer op een invulling die ik hierin maak, zelfs in de vraag. Ja, mooi. Wie doet er mee? Zijn er mensen dan? Zijn er mensen, dankjewel. Hele vraag. Nee, blijkbaar ook. Ja. Welk spel spelen? De leren ervoor in de keuze. De keuze zal gemaakt dat je iets gaat spelen. Is er keuze dan? Ja. Het is er ene ook nog eens, hè? Ja. Het is een spel wat je speelt, dus als je speelt, speel je altijd een spel. Nou, ik heb kleine kinderen die spelen heel veel en heel af en toe is dat een spel. Daar ben ik dan heel gelukkig mee, dat kan ik ook meedoen. Maar daarvoor, 9 van 10 kan ik helemaal niet meedoen, want ik heb geen idee wat ze aan doen, maar ik doe er iets voor. Speel leuk. Mooi. Ja, en toch weer die beur. Ja, dat is een beetje, denk ik, ook voor mij de beur en samen. Is het dezelfde beur als die van samen of is het een andere beur om te bedenken welk spel we spelen? Ja, want de beur is ook niet, dankjewel, je hebt er nog. Als je dit ziet, hè, dan wordt het bijna onmogelijk om nog vragen te stellen. Want wat kan je dan wel? Hoe kan je nou? Ja, of antwoord op geven. Dat, maar dit is vaak heel lastig. Als je naar consultants bent, dan trainen onder andere consultants in deze manier van vragen te stellen. Consultants is de beroepsgroep, ik ben er zelf een van, dus ik vind dat ik recht van spreken heb, die allemaal heel slimme, goede vragen willen stellen. Daar heb ik ook jarenlang heel veel trainingen in gehad en heel veel gedaan. En dan ga ik denken, oh, wat een slimme vraag. Nou heb ik hem, ik kan hier geen antwoord geven. Daar zijn we bijna naar op zoek als beroepsgroep. Als je dit op een rijtje gaat zetten, dan kun je je net afvragen, waarom zou ik het eigenlijk allemaal doen? Dat suggereert dat ik meer kennis heb dan de ander, terwijl ik nu werk vanuit de overtuiging dat er heel veel kennis in het systeem zit, zoals ik ook in de technische en specialistische kennis vertellen. Maar dat mensen heel goed zelf dingen kunnen oplossen uiteindelijk. En soms heb je iets nodig om even de aandacht te richten, om die vragen te stellen, om er meer over te weten te komen. In ieder geval begin daar maar eens mee. En dan kun jij misschien nog dat kleine stukje toevoegen wat iemand gewoon echt niet weet of kan of in huis heeft. Het is een belangrijk ding en ik snap het niet. Ik pak net niet wat je zegt. Dus waarvan? Nou, ga intussen doordraaien. Oh, ja. Nadenk maak ik heel veel herrie. Ja. Ja. Wat kan, wat is nou het verschil zeg maar, tussen allerlei vragen stellen en, hoe stel ik die vraag nou? Ik snap niet hoe je met dit soort vraagstellingen niet ook dat kan bereiken wat je eigenlijk net als twee zijn. Dit wordt een hele anders hoor. Precies, hier van de 5 foto's. Dit is een belangrijke vraag. Wat zou jij willen? Wat zou je willen weten? Ik wil begrijpen, je geeft aan van waarom zullen we als gezondheidsgroep constant naar die vragen op zoek zijn. Terwijl ik denk, ja, je wil juist weten, volgens mij, wat daar nodig is, waar ze mee aan de slag kunnen. Dus Maar ik haak aan wat ik wou zeggen. Maar jij zei van ja, als consultants zit de meeste kennis al in het systeem en dat hoeven we eigenlijk maar verder toe te voegen. Mijn overtuiging is dat de grootste waarde van dit training is ook niet de kennis die toevoegt, maar de begeleiding van het proces. Dus het stellen van vragen op zich al. En dat is het. Dus dat is toch steeds nuttig om die vragen te stellen. Omdat die kennis mensen rustig laten worden. Ja, alleen kunnen we dus vragen stellen die vanuit hun eigen logica en hun eigen olifanten voortkomen. En die niet vanuit onze logica en onze olifanten voortkomen. En dat is het verschil dat ik maak. Wat ik daarmee doe is het verschil stel. Hier zit mijn klantengroep, die is daar aan het werk. Ik kom binnen als consultant, dat ze hebben een vraagstelling probleem. De ouderwetse consultant, en soms zijn die ook nog steeds nodig uiteindelijk hoor. Die komt binnen en die stapt in en die zegt, jullie maar even allemaal lekker spelen, ik los het even op. En dan leg ik het weer bij jullie terug. Okay. En dan moeten zij zich verbinden in jouw werkelijkheid, in jouw logica, in jouw systeem, in jouw structuren. Dit is hier bijna zo'n ladekastje, ik ken die nog van vroeger. Maar als je dan dat mooie rapport opleverde, dan ging die open en dan zeiden ze, oh joh, dit hadden we van 2 jaar geleden ook nog. En er is nooit iets mee gebeurd. Ja? En dit stuk, natuurlijk zit een beetje over de top en is het een beetje overdreven en kan het echt subtieler en gebeurt er echt wel eens ook wel wat mee. Alleen heel veel gebeurt er ook niet mee. En dat komt
doordat het niet uit hun eigen logica voortkomt en niet in hun eigen systeem dus ook terechtkomt. Dat is waar ik dus mijn vraag kwam dus vandaan. Ik ben al zo. Ik kan me niet meer voorstellen dat je nog zo met mensen denkt, dus blijkbaar. Nee, dat is precies wat ik ook. Ja, en als je die stap eenmaal gemaakt hebt, dan ben je al een heel stuk in die richting. En mijn eigen ervaring, en dat hoeft niet de jouwe te zijn, is dat toen ik ging leren met te werken met die olifantvrije vragen, de verhelderende vragen, vanuit zuiver communiceren, dat ik dacht, verrek, ik voel echt nog veel meer in dan ik dacht. Ik ben nog veel meer vanuit mijn werkelijkheid en vanuit wat ik belangrijk vind en belangrijk acht aan het sturen. En dat kan nog veel minder en nog veel zuiverder. En zuiver heeft een enorm waardeoordeel, maar het gaat me erom, zeg maar, dat het vanuit hun logica komt. Dus wat ik nu doe, is ik blijf zoveel mogelijk buiten staan en ik vraag aan hen als eerste, eigenlijk de eerste vraag, wat zou je willen dat er gaat gebeuren? Een hele logische, simpele vraag. Krijg je straks allemaal mee op een kaartje waarbij het woordje zou nog even moet invullen, want die is in de druk misgegaan, maar ik kwam er nog niet achter. Die heel veel klanten nog niet weten te beantwoorden. Want wat ze vaak wel weten is wat ze niet willen, waar ze van af willen, waar ze last van hebben, wat er niet goed gaat. Maar een antwoord geven op de vraag wat zij willen dat er gaat gebeuren is vaak nog een hele lastige. Dus daar begint al het, ja, daar heb ik jou dan toch voor, dat krijg ik nog wel eens terug. Volgens mij hebben we jou daar ook in gevonden. Moet je bij hun zijn, dan wens ik naar McKinsey en dat soort bureaus die dat doen. Die vullen dit in, dit moet jij willen, beste klant. Ik doe dat niet meer. Omdat ik er gewoon niet in geloof. En het hoeft me een bak met energie om me dan vervolgens te proberen te overtuigen dat het echt heel erg goed is voor ze, hoor. En ik geloof niet in. Ja, het is. Kom ik toch een beetje terug op die kennis. Want op zich heb jij natuurlijk al meer ervaring meegemaakt dan een bedrijf dat in zijn eigen koker zit. Ja, absoluut. En dan nog begint het bij de vraag: wat zouden jullie eigenlijk willen dat er gaat gebeuren? Want als jullie helemaal niet efficiënter willen werken, kan ik met 26 systemen aankomen om slimmer en efficiënter te werken. Als jullie bezig zijn met gewoon meer klanten krijgen, dan moet je daarop gaan richten. Dan moet je niet met mijn logica meegaan, omdat ik namelijk dacht dat het belangrijk is. In die module die ik net noemde, wat we adviseurs trainen, hebben we ook het goudzeefmodel. We beginnen vanuit die hele brede koker van wat zij willen. Ga daar maar als eerste aandacht op richten. Waarbij we uiteindelijk toewerken naar als het ware dat goudklompje waar jij wel degelijk bij krijgt. Natuurlijk heb jij iets anders bij te dragen dan anderen. Hoe noemde je dat model? Het goudzeefmodel noemde dat. Het gaat op zoek naar dat goudklompje in zo'n drijvende toer. Ja. Deze vragen die hier staan zijn dus allemaal olifantvrije vragen. Dus al die vragen van net hadden we ook kunnen stellen op deze manier. We hadden kunnen vragen naar wat voor spelen is dat spelen. Of de laatste. De relatie is toch ook wel een beetje. Die gaat, dankjewel, heel mooi. Daar kwam ik zo inderdaad. Die vult al het meest in. Inderdaad, die is meer sturend dan de andere vragen. Die stel je dan ook pas later. Begin daar nooit mee. Ja. Is er een relatie tussen samen en spelen? Ha, toch weer een slimme vraag. Yes. Daar gaat het. Doel is dus ook niet slimme vragen stellen. Het doel is iemand anders meer te weten laten komen over wat hij of zij wil. Waarbij ik nu even voor jullie heb. Ik dacht dat jullie nou niet van willen lijken voor de duidelijkheid. Voor mij werkt het wel, denk ik. Ja, mooi. Een andere vraag is, op die puntjes, hè, voor jullie het beeld nog, staan dus ook alleen maar letterlijke woorden van de ander. Nu kun je deze volumeknop, noemen we dat wel eens, van zuiver communiceren, kun je op 100 zetten, waarbij je ook zelfs de grammatica niet aanpast. Dus als iemand zegt dat ik lekker speel, dan zeg ik, ja, wat voor speel is dat speel? Ik maak er nog wel dat van. Dat hoef je absoluut niet te doen. Alleen het blijft altijd interessant om je af te vragen, als ik dat nou niet doe, waarom doe ik dat dan eigenlijk niet? Wat maakt dat ik nu bedenk, ja, speel, dat klinkt zo gek, ik maak er even spelen van. Ego. Ja, 9 van de 10 keer wel, komt dat vanuit jouw eigen ego, vanuit wat jij gek vindt. Als je hiermee gaat werken, en ik raad jullie allemaal aan om af en toe gewoon eens wat van die vragen te gaan stellen, dan zul je merken, dat je soms denkt inderdaad, het zijn echt hele gekke vragen. En het is een beetje, we vergelijken het wel eens met autorijden. De meeste van jullie kunnen autorijden, denk ik. Zo niet, doe dan even net alsof. Je kunt fietsen. En wat we dan zeggen is, nu hebben we hier een andere auto voor je, laat die andere even staan. Die doen we even weg. Deze, hier moet je achterstevoren geblinddoekt in gaan zitten en, oh ja, opschoppen nog.
dat is een beetje wat je gaat doen op het moment dat je echt met die vragen helemaal gaat werken. Want als je 100% knop op zuiver wil gaan zetten, dan doe je iets heel anders dan wat je gewend bent te doen. En dat is raar in het begin. Maar wat je in zijn geit doet, is je klant in dit geval centraal stellen en zijn proces of het proces van waar zij in zitten. En je bent zelf gewoon alleen maar doorgeven luid en je moet je verhelderen. Ja, absoluut. En je moet iets met aandacht richten hierin. Dus je bent het enige wat je eigenlijk doet, is inderdaad aandacht richten binnen zijn eigen ervaring. Waarbij de eerste op zich ook best een sturende al een beetje is, want die gebruiken we heel veel. Als iemand in weerstand zit, problemen tegenkomt, iets niet wil. En wat zou je dan willen dat er gaat gebeuren? Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn allereerste vraag zou zijn, hoe is het? Hey, hallo, hoe is het? Ja, die zit op relatie, hè? Ja. Dat is gewoon mooi, leuk je te ontmoeten. Dus met je goed. Ja, maar goed. Prima, dat is gewoon verbinden. Ja, maar dat zijn de eerste 5 nieuwe vragen. Ja. Ik zou hem nog een keer stellen na de eerste 5 minuten bij de tweede kop of. Ja. Nou. Zo doe ik dat. Ja. Ja, maar dit zijn inhoudelijke vragen. Ja. En dat, soms wel, ja. Ze worden op heel breed terrein. Ik laat het hier ook heel erg breed. Dat doe ik bewust, omdat ik geen idee heb wie jullie zijn en welke setting jullie zitten. Ze zijn in een heel breed scala aan gebieden toepasbaar. Ze komen oorspronkelijk uit de therapie. Dus echt een zwaar. Wat zijn? Proviaans? Nee, Proviaans. Het lijkt af en toe wat. David Grove is de grondlegger van deze methodiek. Clean Language and Symbolic Modeling in het Engels, voor degene die dat willen opzoeken. Dan zou nog even Clean Language and Symbolic Modeling. En intussen worden ze ook in marketing en sales toegepast. Dat ongeveer in mijn ogen andere uitersten. Wat ook bij gaat over beïnvloeding. Hoe beïnvloed ik anderen? Ik heb het niet even goed, want we krijgen een soort. We hadden net het spelen, samen spelen. Mag ik die nemen, want die trok het meeste aandacht. Als we dat gaan vragen, van, we hebben al iets gevraagd. Ik weet nog niet of dit is wat je zou willen dat er gaat gebeuren, samen spelen. Nou, ik heb mezelf inmiddels ingevuld voor iets anders. Okay. Ja, wat is het nu? Sprankelspel, dat is mijn bedrijfje wat nog steeds niet start, waar ik al 5 jaar tegenaan loop. Ik doe allemaal dingen voor anderen, voor leiding, dialoog, voor mijn werk op een hogeschool. Yeah. Maar dat stukje gebeurt maar niet, omdat het te dicht bij mij ligt. En toen dacht ik, nou, als ik dat nou eens in ga vullen, dan kwam ik op een hele leuke antwoord uit. Je bent al aan het werk gegaan? Ik ben al aan het werk gegaan, ja. Maar dus ik, okay. En, ik en met wat je nu hebt, wat zou je willen dat er gaat gebeuren? Nou, dat ik word uitgenodigd om mee te doen met sprankelspel aan Permanent Beta en andere plekken. Dat ik geld kan verdienen met datgene wat ik het liefste doe. En dan moet ik even uit gaan zoeken, wat is dan datgene wat ik het liefst ga doen? En wat voor is die? Dat dan die vraag komt erop, moet ik nog uitwerken. Dat ik me zo kan presenteren dat ik ook een positieve indruk achterlaat als ik dit doe, het sprankelspel. En dat ik uit kan leggen wat ik bedoel als ik het zie of als ik het voel. Dus dat zijn al antwoorden die ik mezelf gegeven. Precies, er zijn al heel veel antwoorden die je al lekker aan het maken bent. Want je kunt ook op jezelf toepassen. Ja. Dat je jouw verdiend hebt, maar niet verkend inderdaad. Dat is ook een manier inderdaad. Ik ga heel even terug gewoon naar samen spelen voor het gemak van hier. Want anders wordt het een heel ingewikkeld gemak, vrees ik. Je kunt ook al deze antwoorden doorvragen op deze manier. Overigens. We kunnen dus hier gewoon vragen, wat voor spelen is dat spelen? Als je samen spelen is. Nou, in ieder geval dat er zichtbaar sprankels in de ogen van mensen optreden als ze datgene doen wat ze co-creëren, want daar komt het voor mij net in. Zichtbaar sprankels ontstaan. Ja. En is er nog iets over zichtbaar? Zichtbaar nou ja, dat je het in de ogen ziet van mensen. Dus dat je ziet dat mensen er energiek van worden. Je ziet het in de ogen, je ziet dat ze energiek ervan worden. Ja. En waar is, wat zou jij willen stellen? Ik kan het heel vaak stellen. Wat zou jij bedenken in de vraag? Waar is? Waar is het sprankeltje uitgegaan? Hiermee introduceer je bij heel veel nieuwe woorden. Hè? Dus waar is sprankelend? Is een prima vraag. Je hebt gezegd het is in de ogen. Je kan vragen waar in de ogen? Nee, is sprankelend. Ja. Dat is een lastige, die weet ik niet. Ja, de vraag die jij stelt ook, waar is het sprankeltje? Uitgegaan. Ja, omdat er een nieuwe sprankel moet komen. Nou, dan is die ook ergens weggegaan of nog niet ontstaan. En daarmee introduceer je een heel erg belangrijk element van deze vragen. Voor nu stel ze alleen maar over iets waar iemand meer van wil of waar die naartoe wil. En de vraag die je introduceert is een hele legitieme. In de logica zou die wellicht eens ergens uitgegaan kunnen zijn. En hij richt de aandacht op iets wat je niet wil. Ja. Wat je aandacht geeft, groeit.
is een beetje het onderliggende principe. Dus richt hem vooral, en dit is een heel menselijk gegeven hoor, dit is een van de onderdelen van ook weer het leren werken hiermee, gaat over van problemen naar uitkomsten komen. Want als mens zijn we gefocust en gebrand op problemen. Ook dat is weer evolutionair gegeven, want als we hier als we buiten lopen en er komt een tak op je afwaaien, is het ontzettend handig dat dat het eerste is wat je ziet. Dus dat heeft een functie, en hierin heeft het geen functie. Als je het hebt over duurzame ontwikkeling, is het handig om bezig te zijn met waar mensen naartoe willen en meer van doen. Dus vraag vooral over waar het sprong komt en niet waar je uit wil. Heb ik toch wel even vragen, want op deze manier blijf heel erg gefocust binnen datgene wat de beelding, de belevingswereld van de klant. Dus dat zit natuurlijk het belangrijkste voor de klant. De andere wijzeheid, dat hebben ze gezegd van, je hebt misschien ook al ervaring buiten. En dat ze zegt van, ja, ik zie die klassieke plaatje van de olifant waar je naar tegenaan kijkt. Hij ziet alleen maar de flaphoren van de olifant. Terwijl, je weet van, oh wacht eens even, als je nou ietsje verder achteruit gaat staan, dan zie je zoveel meer. Je kan er zoveel meer uithalen. En dat je met bepaalde vragen, en dat worden dan geen olifantvrije vragen meer, misschien. Ja. In dit geval zou je prima kunnen vragen, als jij niet alleen die flaporen ziet, wat zou je willen dat er gaat gebeuren? Als die klant alleen die flaporen wil zien, dan mag die van mij, mag die alleen die flaporen zien. Ik ga er niet aan. Ja, moet je eerst even checken of hij inderdaad wel wil dat hij meer gaat willen. Ja, okay. Of dat misschien iets heel anders wil. Ik wil gewoon voorbij die olifant, want daarachter staat een ontzettend mooie dam. Daar wil ik heel graag even gaan zitten. Dat weet ik gewoon nog niet op dat moment. En dat is het stukje waarmee jullie nu waarschijnlijk weggaan dat jullie doen. Dat er soms echt iets, toen ik dit zelf leerde, kwam ik thuis met alsof je net een nieuwe bril hebt gekregen. Dat je ineens dingen ziet waar die je daarvoor, nou, ik weet niet of iemand dat hier wel eens gehad heeft, maar als je voor het eerst een bril op hebt en je hebt toch echt iets slechter af dan je dacht. Dan blijken er ineens allemaal blaadjes aan bomen te zitten, die allemaal los van elkaar zitten en dat er ruimte tussen zit. Dat je het anders ziet, denk ik. Dat je dat ineens allemaal ziet. Dat is mijn effect. Ja. Dat je de deeltjes weer gaat herkennen. Ja. We kunnen wel even afmaken. Ik ben heel erg benieuwd hoe het voelt. En waar is sprankeltjes aan het over? Waar in de ogen zitten sprankeltjes? Ja, ik kom niet verder dan mee. Ik kan niet plaatsen. Waar ik aan denk is in mijn hart, zeg maar, dat het vanuit het hart komt. Dankjewel, ben jij een geweldig testsubject. Ook dit is heel vaak wat er gebeurt. Je stelt vragen over delen van het bewustzijn die mensen nog niet weten. Je zult vaak tegenkomen dat als je 2 of 3 vragen doorstelt, dat mensen komen op een punt dat ze zeggen, dit snap ik niet. Maar ja, het zit ergens in mijn hart. Ga er gewoon mee door. En ook als het is nee, weet ik niet, prima, dan weet je het niet. Deze vraag. Maar je gaat dan ook echt even op dat stuk hart hebben, dat is echt wat je bedoelt, hè? Dus er komt een nieuw fenomeen. Ja. En het hart gaat eigenlijk weer een laag dieper en dan ga je daarop verder. Bijvoorbeeld, ja, maar niet per definitie. Oh, niet per definitie? Nee. Ligt er maar net aan wat haar basisvraag is geweest waarvoor ik binnen ben gekomen. Okay. Dus mijn eerste vraag is altijd weer te checken, als dat het hart is, wat zou je willen dat er weer gaat gebeuren? Want ik heb op dit moment ook niet het contract met haar, en dat natuurlijk een psychologisch contract, dat is formele, om daar op door te gaan. Die vragen kunnen vrij snel door naar een heel wezenlijke laag komen. Dus houd het in de gaten als je ze gaat stellen. Is dat oké op dat moment? Ja. En neem alle ruimte om voor iemand om aan te geven, op dit wat zou je nu willen dat gaat gebeuren? Dat is dan gewoon de eerste vraag die je weer kunt stellen. Ja, mooi. Moet je even door? Ja. Ik heb zo'n sessie doen. Mag ik verder kijken? Ja, zeker. zou invullen, graag gedaan. Ja. De zou is weggevallen. Ja. De waar was die? Zat er niet. Oh, daarboven. Oké. Okay. Ja. Om hem af te maken, zou in dit geval, en onze klant is nu intussen met 26 andere dingen bezig, want ze werken als een infrarood lampje, ze werken door. Ze gaan langer door dan meteen al even een vraag gesteld heb. Met het verhaal dat ik nu gehoord heb, als ik met haar jaren gesprek zou zijn geweest, zou ik bijvoorbeeld kunnen vragen, en is er een relatie tussen dat hart? Die samen spelen. Ja, die samen spelen. Ja, ik weet al welke. Oké. Okay. Tenminste, dit gaat, ja. En hiermee hoort de klant het heel duidelijk aangeven en dat is oké voor nu. Ja. Oké. Dankjewel. Is dat een helder voorbeeld? Ja. Nee, fijn om er helemaal doorheen gewandeld te zijn. Ik heb ze net ook gedaan met de olifanten, maar toen wisten jullie dat niet.
had ik deze vragen allemaal gesteld. Ja. En zo gewoon zijn ze dus ook, hè? Als je denkt, gekke vragen, ik heb het met die olifant gesteld, dat niemand hier die me aan heeft gekeken en gedacht, wat? Een olifant? Dat zijn best gewone vragen. Als je ze gewoon stelt en ze worden voor jezelf gewoon, en dat is weer de vergelijking met het autorijden, dan hoef je niet meer na te denken. Dan is het heel normaal. Als jij ze normaal stelt, kan iemand ze ook heel normaal beantwoorden. En als iemand dan zegt, ik weet het niet, dan weet ik dat niet. Prima, en dat weet je niet. Oké, ga ik over iets anders. Misschien kom ik er straks nog terug. Misschien ook niet. Nog één dingetje over het waarom hiervan, want het is op zich interessant dat we allemaal andere beelden hebben, andere olifanten en andere werkelijkheden. De basis van waarom het relevant is om daarmee te werken, is vanuit de theorie die ik ook geloof, want het gaat altijd over een overtuiging en mijn eigen aanname. Ik heb eigenlijk zelf een heel stevige aanname onder, namelijk dat de manier waarop we kijken naar de werkelijkheid ons gedrag beïnvloedt. Als dat je aanname is, is het dus heel erg simpel om te weten hoe je naar die werkelijkheid kijkt. Als wij in organisaties werken, zijn we dus ook niet bezig met die, in eerste instantie met die gedragslaag, maar zijn we in eerste instantie bezig met die werkelijkheidslaag. Daar is waar het echt gebeurt. Dus die werkelijkheidslaag van het niet ook al. Wat zeg je? Die werkelijkheidslaag van ook niet weer jou overgaan. Ja, dit is mijn hele stevige overtuiging dat er zoiets is inderdaad. Ja, dat is mijn olifant. Ja. Maar werkelijkheid in mijn associatie ook van iets wat feitelijk is. Nee. Volgens mij is dat niet datgene wat iedereen heeft van zijn werkelijkheid. Ja, nou ja, precies. En juist dat is dus de onderliggende. God, komt het mooi uit. Wat fijn, want meestal ga ik er liever heen en weer. Het gaat niet meestal op. daar zit een heel stevig fundament onder deze manier van kijken. Het werkt vanuit het systeemdenken. Alles hangt met alles samen. Dat is de meest simpele versie. En het sociaal constructionisme. Wat gaat over, er is niet één werkelijkheid, maar er zijn heel veel werkelijkheden. En juist het weten van die werkelijkheden is belangrijk als je vanuit dat ons gedrag stuurt. Wat is dan het onderscheid tussen de manier waarop we tegen de werkelijkheid aankijken, het bepaalt ons gedrag en de laag van overtuiging? Of zit het er heel dicht tegenaan? Ja, dat zit er heel dicht tegenaan. Ja. Dus het is ook overtuigingsvormend in feite. Of ja. Het is een overtuiging, of niet? Of is het gewoon wel anders? Het is, ja, er zitten heel veel over. Dit is vanuit NLP gedachten ook. Ja. Er zitten heel veel overlappen met die benaderingen en ze zijn soms net weer anders. De NLP wordt er minder vanuit de logica van het systeem zelf gewerkt. Er wordt meer gekeken, geanalyseerd hoe dat in elkaar zit en daarvanuit geïnterpreteerd. Okay. In deze manier hebben ze iets van ja, ik kan wel analyseren, maar ik vind het veel belangrijker om dat systeem gewoon zelf in beweging te brengen. En het systeem, denk ik, heb wat opleiding gedaan op het gebied van systemisch werk. Ja. Doe je dat ermee? Het Hellinger het is niet Hellinger, het is wel het systeem, de basis daaronder dat als iemand op een bepaalde manier handelt en reageert, dan heeft dat ook invloed op anderen en anderen hebben invloed op hem of haar. Ja, dus als je in een organisatie bezig met een hele mooie vraag die we ooit hadden, kunnen jullie zorgen dat onze middle managers empowered worden? Ik moet altijd heel hard lachen. We zijn vooral bezig met het bedenken van ja, ten eerste empowered worden. Volgens mij is empowerment bij Aztec iets wat van binnenuit komt. Ook dat is systemisch kijken. Dus wat zit er al in dat systeem? Wat helpt om dat we voor elkaar kunnen krijgen? Dus in plaats van een programma dat we gewoon te zeggen, zo, succes, doe het maar. Zijn we met hen zelf samen gaan ontwikkelen. Om vanuit het systeem die kracht te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. Mooi. We hebben hier een heel klein stukje hier gedaan nu. Vanuit de methodiek iets een paar van de verhelderende vragen. Er zijn 12 van die basisverhelderende vragen. Jullie kunnen er dit kaartje en dat hoeft niet anders te kunnen, want zelfs geef ze maar even door en deel uit en neem er meer mee als je dat wilt. De meeste ervaren facilitatoren, die therapeuten waar ik het net over had bijvoorbeeld, die 100% zaken werven, die gebruiken vooral die drie vragen die daar bovenaan staan. Dat is niet waar, de eerste vraag niet, de drie daaronder. En wat voor puntje is die puntje? En is er nog iets over puntje? En waar is puntje? Eigenlijk gebruiken ze 80% van de tijd alleen maar die drie vragen. Less is more. Niet de eerste, maar die drie daarna. Okay. Ja. En dat is ook vanuit die overtuiging dat zodra je naar relaties gaat vragen, ben je alweer meer aan het sturen daarin. En de vraag is voor de subtiliteit, dus ze zijn heel precies geformuleerd om zo weinig mogelijk olifant erin te brengen. Het is technisch staan er twee gesloten vragen in. En is er nog iets over? En is er een relatie tussen? Het zijn ja-nee vragen, gesloten vragen.
De meeste technieken worden hier gekild. Hier zijn ze er juist in gebracht om iemand ook de mogelijkheid te geven om gewoon te zeggen nee. Nee, die relatie is er niet. Dus zo precies zijn ze uiteindelijk geformuleerd. Ik noem dit eventjes alleen om te weten, want die vragen zijn uiteindelijk het vehikel om te komen tot duurzame ontwikkeling. Dat is waar we voor gaan, dat het ook echt gebeurt. Niet de Lola verdwijnt, even plat gezet. Om dat te doen, zijn er gelukkig nog wel wat andere dingen nodig, anders dan zou het ook zo, dan zouden we het al lang doen met z'n allen. Uitkomstgericht werk heb ik al even genoemd. Dat is een van de pijlers die daaronder liggen, die daarbij helpen. Het modelleren en verbinden van werkelijkheden. Dus het modelleren dat we het in kaart brengen, een model ervan maken. En dus vanuit jouw werkelijkheid, maar vanuit die van de ander. En het derde, en daar hebben jullie maar heel veel mee horen werken in de tussendagen, niet expliciet behandeld, is het werken met metaforen. Omdat die ook weer heel veel toegang geeft tot andere lagen van bewustzijn. En heel veel van de verschillen inzichtelijk maken. Die vraag die ik jullie net stelde en co-creëren, is voor mij net zoiets als, puntje, is een vraag die ik direct vraag naar metaforen. Niet iedereen geeft een metaforische antwoord meteen, maar daarmee kom je daar wel. Als je dat gaat doen, dan zul je veel sneller zien waar soms hele grote verschillen zijn en waar accentverschillen zijn. En als je dat weet, kun je ze met elkaar gaan verbinden. Door simpelweg te vragen en dit alles bij elkaar. En dat is net zoiets als, of zoals Martijn beneden aangaf, als je dit nou allemaal bij elkaar hebt, hè? Dit is waar wat het is, dus de realiteit. Wat gebeurt er dan? Op die manier kun je de verbinding gaan leggen en laten leggen, zonder dat jij het weer hoeft te doen, maar vanuit de mensen zelf. Want het kunt ze beter zelf dan dat jij het kunt. Daarmee aandacht geven. Wat zeg je? Het enige wat ik wel nodig heb is aandacht. Ja. Dus op de lamp moet ook als het ware, dan kan hij het verwerken. Dat is de exacte metafoor die we veel gebruiken in de training die we aanbieden. Ja, absoluut. Geef het aandacht. Verhelderende vragen, sorry, dankjewel. Dat zijn de olifant, dat is de technische term voor de olifantvrije vragen. Ja, omdat ze de beleving van de ander verhelderen. Dat is het effect van de vraag. Goed, er ligt heel en heel wat snuffelmateriaal. Er ligt het standaard boek over de methodiek. Er is er nog een, maar die is bijna niet leesbaar, vind ik, tenzij je van heel erg taai en theorie houdt. Er ligt hier, kun je even inbladeren. En er liggen allerlei folletjes en twee blogjes voor degenen die niet online kijken, maar liever gewoon papier hebben. Er liggen er twee geprint hier. Neem mee wat je wilt. Ga met de vragen aan het werk als je dat wilt. En ik zou het heel erg leuk vinden om nog wat terug te horen over wat het jullie heeft opgeleverd als je dat gaat doen. Ook als het niks heeft opgeleverd, als je er stevig aan hebt. Alle informatie is informatie. Ik hoop dat jullie een beetje verhelderd de deur gaan te maken. Al ligt in verwondering. Ja? Ja. Geef je nog trainingen als ja. Organisatie die op dit gebied? Ja. Ja, dat klopt. Omdat we de methodiek zo krachtig en waardevol vinden, ja. Dat we graag willen dat dat het breder toegankelijk is dan alleen bij ons. Ja, dat is de reden om ook de trainingen te geven. Ja, je moet er toch mee werken. Je hebt zo'n voorsprong met een paar ervaringen ja. Te doen. Ja. Iemand die gewoon tegen Jan dat. Nee, het staat allemaal online, dus het is ja. Allemaal beschikbaar. Maar de kunst zit hem niet in vragen aan zich, het zit hem in de manier van stellen en het daar inderdaad betaald mee maken. Dus jatsen. Ja. Dankjewel. Ja. Okay. Dankjewel.